Derde stelling. Mensen in de bijstand moeten verplicht een tegenprestatie leveren door zich een aantal uren per week voor de maatschappij in te zetten. Ja, veel mensen zitten thuis met een uitkering terwijl ze goed in staat zijn om werk te verrichten. Zolang ze nog geen echte baan hebben, kunnen ze meehelpen om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor ouderen of door de stad schoon te houden. Zo wordt ook voorkomen dat ze in een sociaal isolement terechtkomen. Wel of geen tegenprestatie voor Bredanaars in de bijstand. Paul van Linden leidt het debat met VVD, PvdA en met Trots. Ja, en dat debat gaan we doen met Thierry Aartsen van de VVD, Mirjam Haag van de Partij van de Arbeid en Yvonne de Heer van Trots Opa. Als eerste, Thierry, in hoeverre mag je van mensen een tegenprestatie verwachten als ze in de bijstand zitten? Als het even tegen zit in het leven en je raakt je baan kwijt, dan kun je uiteraard rekenen op een bijstandsuitkering in Breda. Maar we vragen er wel wat voor terug. Dat is wel zo eerlijk. En voor wat hoort wat. Ik kan niet uitleggen aan iedere Bredanaar die 's ochtends om 7 uur op zijn fiets stapt of in de auto stapt en naar zijn werk toe gaat, dat wij aan duizenden mensen in Breda geld geven vanuit de gemeente zonder dat we daar iets voor terugvragen. Dus wij zijn voor een tegenprestatie. Laat mensen een bijdrage leveren aan de samenleving. Laat ze koffie schenken in het verzorgingstehuis, lijnen trekken bij de voetbalvereniging of sneeuw scheppen bij NAC. Wat ons betreft stoppen we met de vrijheid, blijheid in de bijstand en vragen we gewoon iets terug om iets terug te doen aan deze mooie stad. Helder. En hoe staat de PvdA daarin, Mirjam Haag? Ja, de Partij van de Arbeid vindt het heel erg belangrijk om de tegenprestatie op een goede manier in te vullen. Wij zijn geen tegenstander van de tegenprestatie. Want iedereen kan iets, iedereen wil iets en dan mag van ons iedereen ook wat doen. Belangrijk bij het invullen van die tegenprestatie is wel dat je kijkt naar wat mensen daadwerkelijk kunnen en wat mensen echt verder brengt om uit die bijstandssituatie te komen. Dus verplicht sneeuwruimen of het bos opruimen, omdat dat nou moet van de overheid, daar schieten we waarschijnlijk weinig mee op. Maar kijk naar wat mensen kunnen, wat mensen verder brengt, zodat ze ook hun situatie verbeteren. En hoe staat de Trots Opa erin, Yvonne de Heer? Nou, de tact is om met mensen om te gaan en ze zo te krijgen dat ze dat ook leuk gaan vinden. Kijk, en de mensen zijn niet voor niks in de bijstand. En natuurlijk zijn er die in de bijstand zitten die je beter op een andere manier moet aanpakken. Maar maak voor iedereen samen, en dat doen ze op dit moment al in Breda, maak samen een plan met zo iemand en stuur hem daarin verder dat het ook, en zij, dat het ook gebeurt. En dat ze ook best een tegenprestatie mogen geven. He, je hebt de tuintjes, je hebt inderdaad, er zijn al een paar voorbeelden genoemd. En zo kun je er nog meer verzinnen. En als de mensen daar een beetje gevoel voor hebben en het leuk vinden, dan ben je geslaagd. Dankjewel. Die tegenprestatie, jullie hebben het nadrukkelijk in het programma opgenomen van de VVD. Hoe ziet u dat concreet voor zich, een tegenprestatie? Wij vragen aan mensen gewoon om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat mogen ze zelf verzinnen wat ze gaan doen. Maar wat ik wel vind is dat we dat... Hoezo zelf? Verplicht... Is dat niet heel vrijblijvend zelf verzinnen wat mij, ze mogen voor doen? Voor mij hebben mensen heel veel goede ideeën over wat ze kunnen doen. In welk verzorgingstehuis ze dat willen doen. Bij welke vrijwilligersvereniging. Wat ik veel belangrijker vind is dat het wel verplicht wordt. Want ik hoor hier twee verhalen dat ze voor een tegenprestatie zijn. Dat is allemaal heel mooi. En als het puntje bij paaltje komt, blijft het vaak slappe hap. Want zijn we dan ook bereid, en vraag ik aan mevrouw Haag, bent u dan ook bereid als mensen geen tegenprestatie te leveren, om dan ook gewoon de uitkering te stoppen? Ja, dat is een heldere vraag gelijk. Ja, meneer Aarts heeft het over slappe hap. Nou, het is onderdeel van participatiewetgeving en het staat gewoon in de wet. Dus harder kun je het niet maken wat dat betreft. Maar waar het om gaat is dat je niet een tegenprestatie door de strot duwt bij iemand die het bijvoorbeeld niet kan. Duizenden mensen zitten er in de bijstand. Duizenden mensen zijn hele verschillende mensen. Sommige mensen kunnen heel veel, andere mensen kunnen minder. En daar moeten we met z'n allen oog voor hebben. Dus die mooie woorden van de VVD en af en toe die harde woorden die ze het ook spreken over. Hè, u heeft het over de bijstand, over dat je geen luxe artikelen mag kopen en dergelijke. Nou, kijk gewoon naar de mensen. Kijk naar wat ze kunnen, wat ze willen. En dat brengt iedereen uiteindelijk veel verder. En als het over kunnen en willen gaat, bijvoorbeeld mevrouw de Heer, mensen die gewoon niet willen, wat mag je daar wel een tegenprestatie van verlangen? Ja, hoe ga je daarmee om? Als mensen die willen, dan moet je nog proberen als coach om ze zover te krijgen. En als ze dan nog niet willen, ja, dan moet je maar een sanctie doen. Daar ben ik het wel mee eens. Maar voor de rest niet. Er zijn ook mogelijkheden om mensen met behoud van uitkering laten te werken. Sterker nog, om ze bijvoorbeeld €200 per maand erbij te geven. Dat gebeurt in Amsterdam. Hoe staat u daar tegenover? De staatssecretaris Tamara van der Ark vond dat onlangs een goed idee. Is iemand van uw eigen partij? Ja, kijk, we kunnen het hierover hebben over een paar euro bijverdienen. Wat ik veel belangrijker vind, wat ik veel erger vind, is eigenlijk nog wel dat we afgelopen jaren beleid hebben gevoerd dat gewoon niet werkt.
In 2016 zijn het aantal vacatures in Breda verdubbeld. Er is nergens in Nederland zo geschikt voor kans op een baan als in Breda, meer dan 27%. En als je dan gaat kijken naar het aantal bijstandsuitkeringen, dan zie je dat het aantal is toegenomen. Ja. Het aantal vacatures verdubbeld en de bijstandsuitkeringen nemen toe. En dat betekent dus dat wij veel te slap zijn. We moeten stoppen met dat vrijheid, blijheid, beleid. Ja. We moeten dus tegen mensen zeggen, u moet aan de gang. Ook als u niet wilt, dan maakt u maar zin. Ja. Dan maakt u maar zin. Dan hebben we ook en dan gaan we aan de gang. Maar meneer, er is dan een verschil tussen aan de gang. We moeten in een verzorgingstehuis en mensen in een reguliere baan dwingen aan het werk te gaan. Wat mij betreft, zolang mensen niet een reguliere baan hebben, gaan ze gewoon een tegenprestatie leveren. En dat is een verplichting. Ze mogen zelf verzinnen wat mij betreft wat ze gaan doen en bij welk verzorgingstehuis ze dat gaan doen. Maar op het moment dat ze dat niet leveren, dan moeten we ook streng zijn. En geen slap hap beleid, dan moeten we streng zijn en ook de uitkering durven stoppen. Ja. Nou, er zijn de vele vacatures die in Breda zijn, waar meneer Aartsen het over heeft. Hoe kunnen we daar niet op een of andere manier de mensen die in de bijstand zitten meer naartoe duwen desnoods? Ja, nou dat maakt het nou zo interessant om ook te experimenteren met werken naast de bijstand. Laat mensen weer die werkervaring opdoen. En laat ze daar ook vooral beter van worden. Als iemand gaat werken terwijl die in de bijstand zit en hij moet daarvoor geld inleveren en hij moet toeslagen inleveren, dan is de stimulans om te gaan werken gewoon uiterst klein. Dus Partij van de Arbeid is er echt voorstander van dat we echt gaan werken naast de bijstand en zo stapje bij stapje naar die betaalde baan toe gaan. En ik denk dat meneer Aartsen het met mij van harte eens is dat als die banenmarkt weer aantrekt, die economie trekt aan, we krijgen meer banen, laten we dan de tegenprestatie zo gericht mogelijk inzetten, zodat mensen dat wat ze doen ook kunnen meenemen naar daar waar de banen zijn. Want het is ook aan de overheid om die aansluiting te verzorgen. En je kunt niet de mensen in de bijstand de schuld geven dat ze niet vinden. Ja, want meneer Aarts lokte wat uit. Die had het er dan over dat je moest zorgen dat er banen zijn. En als die er zijn, moeten ze naartoe gaan. Nou, ik weet nog wel dat uw wethouder toentertijd een pracht idee had van we met de ondernemers, wij zorgen dat ze bij jullie komen. Jullie betalen ze, na afloop moeten ze bij jullie in dienst komen en dan betalen wij jullie terug. Wat deden die ondernemers? Dat was een prachtig iets, maar na een tijdje als ze bij hun waren, ontsloegen ze weer. En dat is wat de VVD doet. Die komt met ideeën waarvan ik van zeg, dan moet je dan ook echt waar kunnen maken en niet zomaar lopen te schreeuwen. Moeten de ondernemers meer hun verantwoordelijkheid nemen? Even een hele korte reactie voor we naar de Wildcard gaan. Dat doen ze, laten we heel eerlijk zijn, in de zorg, in de logistiek, in de horeca, in de techniek. Mensen staan te springen om mensen. Op dit moment lopen er in de kou postbodes extra rondes, omdat ze van gekkigheid geen collega's weten te vinden. Dus laten we ophouden met smoesjes verzinnen waarom mensen niet aan het werk kunnen gaan. En laten we mensen net even wat harder vragen om te gaan lopen. Helder. Om die baan in te vullen. Okay, we gaan over naar de Wildcard. Is ook ingezet. Joep Tax van 50PLUS heeft die ingezet. Dus u mag reageren. De wettelijke verplichting is volstrekt duidelijk. Er moet een tegenprestatie geleverd worden. Dan kun je niet aan tornen. Dat vindt 50PLUS ook. Maar die moet wel steeds die tegenprestatie dienstig zijn aan de terugkeer van betrokkenheid. Arbeidsproces, reïntegratie. Betekent een opleiding volgen of iets dergelijks. Vrijwilligerswerk. Het moet steeds dat doel dienen. En ik proef toch vaak in discussies, ook vandaag weer, dat men een soort strafmaatregel vindt. Dat hoor je bij de VVD. Ik vind dat eigenlijk volstrekt eigenlijk een heel onbehagelijke discussie opleveren. Want mensen die in de bijstand zitten, zijn soms wel eens een keer mensen die land afvatten. Dat komt wel eens een keer voor. Daar moet je dus druk op uitzetten. Maar heel veel mensen komen tegen hun eigen keuze in de bijstand. Denk aan de 50-jarige die ontslagen wordt, die in de bijstand komt, die op een lager inkomen komt, ze in grote financiële problemen komt. Moet je iemand dan een tekenprestatie laten leveren die volstrekt afbreuk doet aan zijn eigen persoon. En dat is wat ik bij de VVD vaak beluister. Ik moet zeggen, de heer Aartsen was nu ietsje genuanceerder dan hij in het verleden vaak was. Aldoende leert men. Ik heb nog steeds een grote afstand met de VVD op het punt van het sociale beleid. En ik heb dat al bevestigd hier vandaag ook weer. Ja, maar dit is met name richting VVD gericht. Ja. Theoretisch heeft meneer Tax natuurlijk gelijk. Hè? Op papier is het zo dat je een tegenprestatie moet leveren. Als je in de praktijk gaat kijken, zie je dat er in Breda dat gewoon niet gebeurt. Ja, er wordt niet gesanctioneerd. Maar je wilt straffen. Er wordt niet gesanctioneerd omdat mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen als ze geen tegenprestatie leveren. We hebben altijd gezegd, tegenprestatie moet worden geleverd. Wat mij betreft mag u zelf bepalen wat daarbij het beste past. Op één voorwaarde, u levert
een tegenprestatie. Ja. Ja. Dus maatwerk. Ik kies voor maatwerk. Maar wel sanctioneren. Iedereen door elkaar. Mirjam maakt hier nog een laatste opmerking over. Waar ik niet mee eens ben, is dat het onvoldoende gebeurt. Ik vind het fantastisch hoeveel mensen uit de bijstand zich heel goed inzetten voor een ander in Breda. En dat gebeurt iedere dag weer opnieuw. Alleen de mensen, het hebben over de mensen in de bijstand. Het zijn duizenden mensen. Daar zitten ook mensen bij, meneer Aartsen, die gewoon al jarenlang 3 keer per week solliciteren en niet aan die baan komen. En je kun je niet over één kam scheren met mensen die niet willen. Dus nuanceer het. Kijk naar wat mensen kunnen en willen. En zet daar als overheid nou eens juist, op. Juist door de slappe aanpak toe van het debat. Bedankt meneer Aartsen. Bedankt mevrouw Haag. Bedankt mevrouw de heer. We gaan door naar de volgende stelling.